In deze video gaan we kijken naar BuxZero, een nieuwe app van Bux, waarbij je gratis aandelen kunt kopen, gratis kunt beleggen. Deze app is een tijdje geleden al aangekondigd en sinds vorige week kun je hem downloaden en gebruik van maken. Dat is dan ook wat ik heb gedaan. Ik heb al een paar dagen met de app zitten spelen. Ik heb hier wat gekeken hoe het werkt. Ik heb de website uitgebreid gelezen om alle informatie rondom Bux ook tot me te nemen, zodat ik die met jullie kan delen. En dat is dus wat ik ook in deze video ga doen. Ik ga alle informatie, alle basisinfo die je nodig hebt voor een nieuwe aanbieder zoals Bux, en alle vragen die je eventueel hebt, probeer ik in deze video te beantwoorden. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, vergeet je dan vooral niet te abonneren. En vind je het een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Dan weet ik in ieder geval dat ik met een goed onderwerp weer bezig ben. Maar zoals gezegd gaan we in deze video's kijken naar BuxZero. Nou, we beginnen met het eerste vraag eigenlijk. Wat is BuxZero? De meeste van jullie kennen Bux waarschijnlijk al een tijdje. Het is al vele jaren dat je daar via een app trouwens ook weer aandelen eigenlijk kunt kopen of een beetje in kunt spelen op wat bedrijven gaan doen. Je kunt niet echt aandelen kopen, want je koopt eigenlijk CFD's. Maar het gaat er meer om dat je een beetje speelt met gaat een bedrijf op de korte termijn de koers omhoog, dan kun je daarop inzetten. Of gaat het naar beneden, zet je daarop in. Nou, op dit moment is er dus BuxZero en dat is juist wel gericht op aandelen. Dus hier kun je echt echte aandelen mee kopen. En zoals de naam al zegt, BuxZero, 0, ja, er is gewoon altijd een mogelijkheid om tegen 0 euro een aandeel te kopen. Nou, hoe zit dat nou precies? Want ergens zal het toch verdiend moeten worden. Maar we zien juist de laatste tijd veel meer aanbieders die gratis beleggen eigenlijk aanbieden, ook in Nederland. Het is al langere tijd in bijvoorbeeld Amerika dat je Robinhood had, dat daar via een bepaalde manier eigenlijk mensen al gewend zijn geraakt met gratis beleggen eigenlijk, gratis aandelen kopen. Er zit natuurlijk altijd wel een verdienmodel achter, maar dat is bij die manier, betaal je niet in de transactie, maar op een andere manier. Een paar maanden geleden werd het ook in Nederland aangekondigd met FlatEx. Ik zal trouwens een link daarvan onder deze video plaatsen, want dan krijg je deze maand als je daar aanmeldt nog 100 euro welkomstbonus. Maar ook zij bieden dus gratis beleggen aan en je kunt dus gratis aandelen kopen. Nou, ik heb daar een uitgebreide video over gemaakt hoe ze dan wel hun geld verdienen. Ook die link zal ik trouwens onder deze video plaatsen. En sinds kort, sinds vorige week, is er dus BuxZero. En als je je trouwens nu aanmeldt, dan maak je kans op een gratis aandeel. Dus als je op tijd bent, dan deelt BuxZero gratis aandelen uit. Dus wederom, een link ook naar BuxZero vind je onder deze video. Maar zoals gezegd, wat is dan het verdienmodel wanneer ze gratis beleggen aanbieden? En dat verdienmodel is bij Bux juist heel erg duidelijk. Ze zetten het groot op de website. Voor 2019 hebben ze 2 orders die je kunt doen. Je kunt een marktorder doen en een limietorder. Een marktorder wil zeggen dat je het direct tegen de prijs die dan op de markt geldt koopt. Of een limietorder geef je een bepaald bedrag in tegen welk bedrag je het zou willen kopen. Als de koers dan bij dat bedrag komt, dan wordt het gekocht voor jou. En op dit moment bieden ze dus markt- en limietorders aan in 2019. En dit jaar is dat ook nog helemaal gratis. Dan komt er volgend jaar, dus in 2020, de basic order bij. En dat wil zeggen dat er op één bepaald moment, een vast moment op de dag, op dat moment kun je dus gratis een aandeel kopen. En je zult dan zien dat de marktorder en limietorder die ze nu aanbieden, dat ze dan wel geld voor gaan vragen. En dat is voor de marktorder 1 euro en voor de limietorder 2 euro. En zo zie je dus dat ze dit jaar gratis beleggen aanbieden, juist om mensen bekend te laten worden met de app. Waarschijnlijk veel mensen aan te trekken en hopelijk dat ze dan ook zullen blijven. Volgend jaar is er nog steeds een optie dus om gratis te beleggen, al is die nu iets anders dan op dit moment. Maar ook daar hebben ze dan weer een andere oplossing voor. Ze komen met een abonnement. En met dat abonnement kun je altijd de hele maand kosteloos eigenlijk de aandelen, transacties doen. Of zoals hun het noemen, onbeperkt commissievrij beleggen. En wat ze ook vermelden, ze vermelden niet precies het bedrag wat dit abonnement kost. Maar het is in ieder geval minder dan dat je elke maand aan Netflix of aan Spotify uitgeeft. Dus het zal ergens onder een tientje liggen. En zeker wanneer je dus veel transacties doet, dat moet je even voor jezelf uitrekenen. Want zoals gezegd, je hebt die 1 euro en die 2 euro. Dus zeg maar dat je 5 tot 10 transacties in de maand zou doen. Dan zou het interessant zijn om eventueel een abonnement te doen, zodat je veel vaker aandelen kunt kopen en juist ook verkopen. Dan komen we bij het volgende onderwerp en dat is veiligheid en betrouwbaarheid. Nou, Bux is al een bekende naam in de beleggerswereld. Het is alleen nu dat ze een nieuw product aanbieden. En net zoals bij hun verdienmodel staat ook over dit soort dingen heel veel informatie op hun website. Die is makkelijk te vinden en ook begrijpelijk te vinden. En je zult ook zien dat het geld wat je overmaakt naar Bux, wat daar staat,
wordt door ABM Clearing eigenlijk bijgehouden. En dat is dus juist weer een extra zekerheid, want dat is tot 100.000 euro verzekerd. Dit is namelijk een bankrekening die onder het depositogarantiestelsel valt. En in heel Europa, en dus ook in Nederland, is dat tot 100.000 euro verzekerd. Of in ieder geval, het wordt vergoed wanneer er ooit iets mis mocht gaan. En natuurlijk staat Bucks met dit product ook onder toezicht van de AFM, zoals eigenlijk alle aanbieders dit doen, dus ook de Giro en noem het allemaal maar op. Alleen FedEx dan wel niet, maar dat is omdat het een Duits bedrijf is en juist er onder Duitse wetgeving valt. Dus er zal vast in dat geval weer een Duitse toezichthouder zijn. Maar in ieder geval in Nederland staat dus ook Bucks en hun concurrentie natuurlijk onder toezicht van de AFM. En omdat we met aandelen werken bij Bucks Giro, hebben we ook weer hier een veiligheidssysteem voor in Nederland. En dat wil zeggen dat de beleggingen tot 20.000 euro juist weer vergoed worden, mocht er ooit iets misgaan. Nou, de kans dat er iets misgaat is natuurlijk heel klein, want ook wettelijk verplicht zijn ze om een bewaarbedrijf te doen. En dat is in dit geval Stichting Bucks Custody. En dat is het bewaarbedrijf van Bucks. Dat wil zeggen dat alle aandelen die je koopt via je platform of via dit platform worden bij dat bedrijf gestald. Dus mocht er ooit iets bij die stichting, zo moet ik het zelfs zeggen, mocht er ooit met het bedrijf Bucks iets misgaan en failliet gaan, dan staan de aandelen toch buiten dat bedrijf en buiten het faillissement en die blijven dan gewoon van jou. Nou, mocht er dan, weet ik, om wat voor reden nog van alles misgaan, dan hebben we aan de ene kant dus 100.000 euro op spaartegoeden een verzekering en tot 20.000 euro op beleggingen. Nu we de belangrijkste basisinformatie van Bucks weten, is het eigenlijk tijd om de app erbij te pakken. Ik zal het scherm met jullie delen, zodat we precies kunnen zien hoe de app eruit ziet, hoe alles verdeeld is en hoe het eigenlijk werkt. Nou, als je de app opent, kom je in je portfolio. Dat is eigenlijk een overzicht van je hele account. Dus je ziet hoeveel geld er in je account zit. Bij mij is dat 11,40 euro. Daaronder zie je je posities, welke aandelen het zijn, hoeveel je daar hebt, hoeveel geld je hebt verdiend of hoeveel percentage, dus 93%. En de waarde is dus 11,34 euro. En wanneer je op het grote vlak klikt, totaal account, dan zul je ook zien hoe je hele resultaat is opgebouwd, welk geld je beschikbaar hebt eigenlijk en of je eventueel geld wil storten. Ook daar zie je dus wederom dat ze met ABN AMRO Clearing werken en hoe alles achter de schermen eigenlijk werkt. Dan gaan we dan weer terug naar het hoofdscherm. Zien we onderaan een sterretje, denk ik dat het bedoeld is. Nou, dit is je watchlist, je favorieten. Hier staan bedrijven op die je gedurende de app, wanneer je doorheen een bladeren bent, tegenkomt. Die kun je dan zeg maar op je watchlist zetten, dat je snel deze aandelen weer terug kunt vinden en ook snel kunt zien hoe het met deze aandelen gaat. Hier telt hetzelfde als je gewoon op het icoontje klikt, dan verandert het naar bedragen en klik je bijvoorbeeld op de naam Continental, opent die hem, zie je een grafiek. En onder deze grafiek staat dan ook een koopknop. Nou, het is op dit moment gesloten, dus ik kan niks kopen. Je ziet nog wat informatie, wat uitleg over het bedrijf, maar ook eigenlijk verschillende kernwoorden of sectoren die bij het bedrijf horen. Dus wanneer je nou op auto's zou klikken, dan zie je andere aandelen die binnen deze groep vallen. Gaan we ook hier weer terug, dan komen we weer naar beneden swipen, naar het vergrootglas eigenlijk, het zoeken. Je kunt dus bovenaan een aandeel zoeken op naam. Maar je kunt ook daaronder kijken naar de stijgers en dalers van die dag. Dat is dus de grootste stijgers en misschien ook wel de dalers die interessant zijn. Waarom is een bedrijf heel hard onderuit gegaan en heeft het eventueel kansen om in de toekomst daar rendement op te maken bijvoorbeeld. En daaronder zie je wederom die categorieën terugkomen allemaal. En wanneer je hier boven dus een aandeel zoekt en je toetst een letter in, maar je haalt hem vervolgens ook weer weg, dan krijg je dus wel een overzicht van alle aandelen die erin zitten. Zoals je zegt, zitten er vooral aandelen in van Nederlandse en Duitse bedrijven, of in ieder geval die bekend zijn hier in deze landen. Helaas staan er bijvoorbeeld geen ETF's of fondsen via dit ding. Dus mocht jij Vanguard fondsen zoeken, dat zul je niet vinden via deze app. Maar veel andere bedrijven, zoals je ziet, kun je wel vinden. Ja, best wel veel bekende merken, denk ik ook wel. Dus zeker als je naar specifieke aandelen op zoek bent, kan het zomaar eens een interessante app zijn voor jou om snel gedurende de dag bijvoorbeeld een aankoop of een verkoop te doen. Sluiten we dit allemaal weer af door naar beneden te swipen of op annuleren te klikken. Dan hebben we nog een bel-icoontje en daar staan eigenlijk alle de inbox. Daar zul je alle meldingen eigenlijk zien. Dus wanneer je account is aangemaakt, of er geld is gestort, aandeel onderweg is. Zoals gezegd, ik had een gratis aandeel. Voor mij was dat KPN. Nou, dat is zelfs met 4 aandelen is dat geworden. In plaats van 1 dus. Dus ik heb eigenlijk 11,34 euro tegoed gekregen vanuit Bucks toen ik dit account aanmaakte. En tot zover dus de Bucks app. Nou, is het dan een interessante aanbieder voor ons? We richten ons op dit
YouTube-kanaal en de website eigenlijk vooral voor de lange termijn. En wat dan interessant is, zijn indexfondsen of ETF's. Nou, zoals gezegd, die zul je niet vinden in deze app van Bux. Echt alleen specifieke aandelen zul je hierin vinden. En juist als je voor specifieke aandelen gaat, is het op dit moment zeker een interessante app, omdat je dus gratis kunt beleggen. En ook volgend jaar zal er altijd een optie blijven om gratis aandelen te kopen. Dus wanneer jij je echt richt op specifieke, vaak ook nog Nederlandse aandelen of bedrijven die bekend zijn in Nederland, in ieder geval om daar aandelen van te kopen, dan is het waarschijnlijk wel een interessante app voor jou. En ik denk dat ze zich met deze app dan ook vooral richten op beginners, mensen die snel, makkelijk iets willen doen via zijn telefoon, want dat is vaak heel erg overzichtelijk, makkelijk, snel even iets te doen terwijl je onderweg bent, ergens zit te wachten of thuis op de bank zit, snel even een aandeel kopen of verkopen bijvoorbeeld. En daar richten ze zich dus op, ook zeker met het gratis aankopen. Ik denk alleen dat voor mensen die er veel mee bezig zijn, richting de professionals, dat het dan niet interessant is. Eigenlijk alleen al vanwege het aanbod, dat het te beperkt is voor een professional. Maar het kan wel interessant zijn om als professional gebruik te maken van deze app. Omdat je dan ooit makkelijk sectoren kunt vinden, juist concurrenten binnen die sector kunt vinden. Dus je zult snel bedrijven ontdekken om eventueel daar op basis daarvan kijken wat de koers doet, denken van ja, dat is misschien wel interessant om ver te onderzoeken. Dus op die manier zou het wel interessant voor je kunnen zijn. Maar hangt een beetje vanaf wat je van plan bent. Ga je voor de lange termijn of wil je ook gewoon losse specifieke aandelen doen? Nou, dan is het zeker interessant omdat je dus op dit moment geen kosten betaalt. Heb je na het zien van deze video dus interesse in Bux Zero? Zoals gezegd, ik zal een link plaatsen onder deze video zodat je je eigen aan kunt melden. En dus kans kunt maken op een gratis aandeel. En een aandeel is maximaal 100 euro waard. Dus het zou zomaar kunnen dat je 100 euro tegoed krijgt. En onder deze video vind je ook de andere aanbieders waar ik over heb gehad. Bijvoorbeeld de Giro of FlatEx. En bij FlatEx krijg je zoals gezegd deze maand dus nog 100 euro welkomstbonus wanneer je je eigen aanmeldt. Ook die links vind je dus onder deze video. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Want dit is alle informatie die ik op dit moment kan vertellen. Zoals gezegd, er komen nog veranderingen aan. Er komt volgend jaar een nieuwe ordertype bij. Een abonnement bij. En wanneer dat het geval is, zal ik zeker weer een nieuwe video over maken. Misschien heb ik dan ook wat meer ervaring met de apps. Heb ik wat feedback vanuit jullie gekregen. Bijvoorbeeld onder deze video of in onze Discord chat. Dus er komt vast volgend jaar wel weer een update van deze video. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. En laat weten onder deze video wat je goed of minder goed vond. Dan neem ik dat in ieder geval mee naar de volgende video. En zoals gezegd, als je nog vragen of opmerkingen hebt, dan kun je ook onder deze video je reactie achterlaten. Of dan vind je de link naar onze Discord chat waar we met meer dan, volgens mij 450 mensen al over dit soort onderwerpen praten. En als dit een interessante video is geweest, zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over dit soort onderwerpen. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik dan hier op de grote abonneerknop. Klik op het belicoontje, dat je altijd een notificatie krijgt als ik een nieuwe video upload, zodat je er nooit meer in mist. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.